Hi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En zoals jullie op de achtergrond kunnen zien, een Efteling. Natuurlijk een leuke, een super leuke Efteling video van maken. Dus kijk lekker mee. Lekker! En ondertussen ben ik in de Efteling. Dus hier zit, komt er weer een nieuw restaurantje hier ook. Dus ja, ik weet niet hoe dat eindelijk eruit gaat zien. Ik ga nu een lekker park in. En, ik ga er weer een aantal attracties doen. Kijken of ik jullie weer de groene kan meenemen. Dus ik heb er super veel zin in. Kijk, de spargende waarde. En het uitzichtpunt van de fotopunten zoals hier in bouw zijn, is weer iets. Verder ga ik jullie ook zo even laten zien. Dus lager. Zo ziet het er nou al een beetje uit. We hebben hier alleen een overal dingetje aan gebeuren zo te zien. Dus ik moet er echt nog wat dingetjes aan gebeuren. Lekker pakken, niet zo. Lekker. Lekker wat attracties zien. Dus. Die jongens in de draak. Die is tijdje een onderhoud geweest. En die. Dat ik het offside wil. Er is een draak die heeft nou. Om eerlijk te zijn, een single rider. Dat is eerlijk gezegd wel. Eigenlijk kun je wel lang kunnen liggen pakken voor een jaar. Want, ze zijn nu aan het testen draaien, maar ze zitten niet. Jongens, en dat rijdt iets later open dan normaal. Kijk of de single rider in kan. En jongens, en dat rijdt dus. Lekker. Kijk je. Ik heb een single rider in, bij ons in de werk, als je alleen bent. Dan worden de gaten lekker opgevuld. Dus ik heb een single rider in, bij ons in de werk. Lekker. Kijk eens voor mij, ik heb even nou luister. Het is een jongens in de draak, weet je wat ik heb de moeite weer. Ik heb hier jongens aan het draak. Alleen, weet je wat nou? Ik ben net een water geweest en een vuur. Ik heb al twee redden te tellen hier in de draak. Nou, weet je wat ook is? Je hebt het een draak. Alleen, je hebt al het geluid dat het groen is, dan weet ik het wel. En hij is zelf stil. Ik ga nog even. Ik heb dat een beetje offside gesteld, maar ik heb nog wat offside gesteld. En hier is in het raak. Schudden ze moet hij zo meteen even kijken, daar weer voorbij komen. Wij racen, dus de. Als jongens in het rijken die voorbij reist hebben, dan schudden ze kunt hij zo op die andere baan weer langs. Daar houden. Dat was even een ritje jongens in het rijk. Off-white. Ja, dat is wel echt leuk. Ik ga hier even richting de bron. Maar ik ga er niet in, want ik zag net de app. Dat de gewone reis als een single rider best wel langer dan een half uur is, maar
Maar ik ga er even wat off-white, wel off-white beelden maken van de baron. Dus, ik zeg, lekker, kijk wel voor mij. En de vliegenhollen is ook open, dus zeg je. Dus weer stond er iets minder lang wachten ofzo. Dus ik ga er even lekker. Zo meteen maar eerst wat off-white beelden van de baron 1890. Dus kijk lekker mee. Lekker. Efteling is aangekomen bij de Vliegen Hollanders. Mijn favoriete attractie is hier. Ik heb er even lekker in gegaan. Dus de. Kees van mij, Kevin. We zaten net hier bij de bron. Daarna. Ik ben ziek van echt. Ja, heb je nog rook hier? Gewoon een beetje nevel wat eruit komt. Die is eigenlijk iets korter ingestaan, maar. Ja. Lekker. Kijk, ik schreef van mij, ik heb het wel eens even leuk in de Vliegende Hollander. Dat is toch een
leukste attractie die er is op de Efteling geweest. Dus hier wordt die lift gewoon naar me gaan bij me. In ieder geval, ik kan gewoon verhelen, ik kan gewoon een trappetje daar komen. Super leuk. We gaan hier nog een. En dan gaan we even lekker tussen in attracties. En ja joh. Ik ga lekker vloggen voor jullie vandaag. Dus, vroeg ik wat het voor jullie was. In Walibi. Te regelen. Dan gaan we even van de vandaag. Het is super leuk. Lekker. Dan blijft het toch wel te lukken. Lekker. Kijk voor mij even kijken of ik wil even really vet om gaan kijken. Druk het daar eens. Kijk of ik erin kan gaan. Ja. Zet eens in. Oh, kijk even om gaan. Wow. Houd weg weer. Oh, zit de zinnigste fout op mijn radar dicht. Sjeroe, of die überhaupt open gaat vandaag, ja, dat weet ik niet. Maar als die open gaat, dan ziet het sowieso in. Dat is helemaal veel. Ik ga even kijken of die. Ja, daar heb ik carnaval. En later open gaat, dus als die daar open gaat, dan ga ik erin. Kijk eens. Net even die medewerkers gesproken van de Efteling daar. Of er een storing of weet ik het wat. Dat is niet verteld, maar ze hadden het wel verteld dat er dat die uiteindelijk even dicht is. Want dat is hem waarschijnlijk later op de dag open gaat. Maar ja, dan ga ik eerst wat andere attracties doen. Dus ik ga even kijken of ik die Efteling even in de gaten kan houden. En dan schiet ik er later in. Ik vind dat echt toch wel een keer gaan. Als het weer open is. Maar ik kies er. Dus even wat de andere kansen zullen doen. Ja, boeien. Lekker. Kijk eens, ik heb van even binnenkomen. Zijn er wij dus. Nu zijn we weg. In ieder geval. Wil je lekker dier? Zijn we maar. Voor mij wel val ik het terug aan. Dus ja. Leuk, ik ga het er veel doen. Maar zie ik er maar mooi niet uit. Het is even afwachten dus. Lekker. Namelijk oog in oog. Wat is dit? Alle tovertwinkels. Hallo allemaal. Pardoes, onze koninklijke toverdraar. Wat een saaie boel zeg. Maar wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels. Maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. On to one through the Palace of Fantasy. No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Voorzichtig, het is ongeleerd wat er gebeurt.
Ik kon het zelf een lichtjes hebben, maar die hebben ze nou aanstaan. Dus ik weet dat ze nou ook aanstaan. Dus ik heb sowieso een film van jullie, dus de Lara. Kijk, van mij heeft ik heb schat toe. Weer. Dan moet ik ook zien waar je erin laat, dat ik schattentuur te pakken met die. Dat is al een andere mis van de schattentuur, ja. Doei, ja. Zijn stond het geluid echt. Ik heb niet te hard aanstaan of zo. Marianne! Ja. Ben je mee? Dat doe je weinig aan, ja. Ik wil dat lekker uitgevuld gezet. Ik heb het niet gefilmd, aangezien dat ik veel te donker daarvoor is binnen. Dus dit is hier echt niks. Ja. Ik dank je vast voor een week of Jukies Veromers in van de winkel. Ik weet niet of feestje was dat ook weer een hele rij. En dan is er weer heel tijd in te staan. Ja. Dus dat is echt heel. En wie staat er iets druk is, ja. Dan heb ik Jukies Veromers nog in staan. Ja, dat is rustig. 1 of 2 trucks. Zijn niet wat. Ja. Ja. Ik
kijken waar ik nou om in ga. Aan de ene kant, ja, lange weg is echt niks, man. Dat is een beetje via Germ Renwerd, je weet zo. Kijk eens van een keer van de Efteling Museum. Ja, ik ben er wel eens binnen geweest, maar eerlijk gezegd. Ach, dit is gezellig. Ja, ik vlog echt hier in hier. Volgens mij heb ik er nooit in gekomen, maar ik ken niet. En dan hier op de bier. Ik heb al van die dingen. En. Die zal eens gebruikt hebben in de Efteling, die dingen. Zie ik dit dan. Wahahahaha. Is dit niet die oude wijk hier of zo? Dat we alles gebruikt hebben. Oh my god. Dat was de hoofd daar, hè? Oh my god. Is. En dat is dit, hè? Die ja, landkaart van de Efteling. Ziet er wel eens een paar openstaan. Maar dat is best grappig. Kijk hier, die als je dichtbij zien. Ik heb er gelijk twee open, één zit er nog, maakt niet uit. Dat is wel grappig om te doen. Dit allemaal. Zo, dat is even wat om rennen muziekje, maar net als ik zei, die had daar verdedelijke storing of zo. Dus dat denk ik zelf dat je ze afnemen. Dat is wel een grappig dingetje. Ik heb er eentje aangezet, hè. Even lachen, even kijken. Is een grappig dit. Een piranha. Dus ik even hier ergens dat deuntje staan. Ik ga hem even lekker laten zetten. Ik kan dat hij ertussen staat. En hier komt die. Is wel even grappig. Da-da. Even kijken. Ik ga de bronnen aanzetten. Even kijken. Bron 1899. Ruim dat kan. Even kijken. Ga laag hier. Ja, kijk nou, je ziet hoe die gebouwd is, man. Het is vet. Vooral jij, als je de eerste rij hebt. Zo vet. Even kijken. Weet je wat ook leuk is? Even kijken. Droomvlucht. Dat is ook al leuk. Dat is leuk. Ik heb een rondje daar even een paar open. Is goed even. Gewoon allemaal touchscreen en zo. Dus als je hier zo'n ding mee hebt, kan die op. Dat is best leuk. Nou, het is ongeluk weg. Even openen. Het is best grappig hier, dat Efteling Museum. Grappig, we zitten
is echt symbolisch, hè, dit. Een aantal scènes. Ja, dat zie ik, jullie zitten ik. Waar ben ik hier mee geweest? Ik heb een boottekening in mij gezet. Meestal is het met die treintjes, die ramen en zo. Ik zie de rapleiders die we net dat Duitse krimpbord hebben gezien. Steken voor wel mooi gemaakt heeft. Volgens mij staat hier een sprookjesboos voor mijn grapjes. Want ik dacht dat hoort die dingen hier. Kijk, ik vlieg een Holland zinkeling geweest vandaag. Ja, super mooi gemaakt, ja. Lijkt wel een treffing. Ja, het minste hebben we dit jaar gehad, maar... We beginnen verder verschillen, dat is in ieder geval een grotere koers. Hier zijn we nog die 9 pleinen verstaan. Dit is ook een sprookjesbos deze. Dat is ook een mooie tekening voor hè. Ik heb nog, zoals hier, een beetje de geschiedenis van de Efteling. Is ook een mooie. Als je een goede keer een reffing met kinderen hebt, dan is het wel leuk. En dan kun je gewoon dat ding van vroeger tegen. Dat ding van vroeger en zo. Met zijn. Dit was leuk. Dat is mooi gedaan. En u zult het niet geloven, tientallen magneten die verloren gingen door het metalen rooster. Maar eerlijk gezegd, ik vind het best wel even grappig om even door de... Dat er het Efteling erin te lukken, dus ja. Dan kijk je naar de 3 jaar mensen die lekker! Nou, even... De lavalader was een klein beetje gedicht. Ik denk niet dat ik alles ga filmen daar, maar ik ben een beetje weer zo. Het is gewoon hartstikke leuk. Maar ja. De lavalader. Dat is een hartstikke leuk. Legnis. Hier even doorheen te lopen. Dit stukje van ook lang geleden. Een keer geweest weer. Ik dacht, dit is niet maar een keer. Oh mijn god. Wauw, oh mijn god. Ja. Zit er wel een beetje. Goed overzicht. Niet helemaal het overzicht, maar een klein beetje hoor. Maar even kijken. Camera trekt wel zich hoor. Dat is ook best leuk, hè? Ja. Dit is niet zo leuk, hè? Als je dit aan het ding geeft, dat we knift in die waterkant, maar... Ja, kijk hier. Ja, hij komt er. Net stond ik daarboven. Ik denk dat we dichterbij vinden. Ik
Lachen dit? Moet je even lachen. Als je die sommige van jullie al gezien hebben. Ja, love, zo. Ik weet het niet. Maar, die beeld, hè, die staat in de stijgers. Ja, tijdelijk onderuit of zo, dat is hier nog tegen zijn. Even laten zien. Even kijken, 2, heel hop. Is die dood? Tijdelijk in de stijgers. Ze waren allemaal voor onderuit, denk ik, maar. Ja, die zijn erin, dus ja. Lekker hoor. Kun je goed zien dat hij in stijger staat? Ja, die focus die normaal hier zitten. Ook al weg! Ah! Nou, het maakt niet uit. Ik vind ze binnenkort wel eens weer op staan. Ja, ik weet niet wanneer dat is, maar ik ben een Efteling, maar boeia. Ja, gosje. Hij is gewoon aan lachen. Het is echt grappig. Nee. Oh ja, trouwens, dit is ook grappig. Handje erin. Hoppa. Ah, toe. Kijk eens van mij, kerst. Dat is even, weet dat? Dat is van laf. Ja, ja, ik denk, ja, dan had ik net even nog sprookjesbos. Hè, sprookjesbos? Ja, het is. Wacht, ja, ik zit even de huis op. Kijk, dan zag ik langs te lopen. Ik moet wel de trap naar boven en dan naar beneden. Ik dacht, ja, doe dat dan een keer niet. De volgende keer maar een keer, maar ja. En daar heb je ook het kabouterdorp of zo, ik weet niet hoe dat heet. Ja, kabouterdorp. Ik zit gelijk langs de Fata Morgana die is ondertussen roepen. Zie je net dat die Efteling app. Een beetje chillen hier, de Efteling, jongen. Ja. Weet je wat ik nog één ding wel vaak vind? Je hebt een kabouterdorp, alleen dit is weg. Is deze dicht. Er staan nu even van die houten hekjes hier, hè, maar. Nou, wat hier, was hier meer Efteling, of wat ik meer verplat, heb ik geen idee. Maar ja, als jullie het weten, laat even weten in de reactie. Ik, is dat hier ook lachen is? Dat is niet kwijt, want die moet je dat bootje daar aan de andere dorp die je had hier aan de hand. Wow. Oh, je zou te lachen. Hier kun je eens van mijn kerst wel even in te zijn. Een sprookjesbos. Ik
die draaklijks, zoals jullie weten, met dit kabouterdom is ook wel leuk. Grappig. Ik vind het grappig, kabouterdom. Als ik hier bij grappig sta, is het keer met de spoken staat, weet je wel. Ik ga eens even binnenkijken hier, ja. Zet ik kan maar over. Maar kijk eens dan natuurlijk, jullie net al hebben kunnen zien, ik in de sprookjesbos ben geweest. Maar als jullie een beetje eerder in de vlog hebben kunnen zien, dus in de video hebben kunnen zien dat hier het immigrant nog dicht was. Ja, het was misschien een storing hebben gehad of weet ik het wat. In ieder geval, hij is nou wel open. En ik ga er natuurlijk lekker in, dus kijk lekker mee. Lekker! Oh, 10 minuutjes. Die van de mij. Thank you.
keer dat zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En wil je nog meer toffe video's zien van mij, abonneer dan op mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende video weer. Lekker!